We zijn hier bij Victoria. En Dunja. Dunja? Jevrika volgens mij. Die weet ik al. Oké. Okay. Ja, die ging me altijd leren. En Tonja, die is mijn godbedie. Oké. Okay. Wat gaan we hier doen vandaag? Ik help deze twee kinderen om wat meer woordenschat te krijgen. En dit noem je remedial teaching. En we gaan elke week gaan we een plaat bespreken en dan gaan ze de woorden onthouden en dat kunnen ze heel goed. En dan de volgende week gaan we hem herhalen en dan kijken we of die woorden zijn blijven zitten. Oké. Dus pure taalontwikkeling, pure woordenschatontwikkeling. En deze twee hebben dat extra nodig, waarom? Ja, Dunja komt uit Tunesië en Victoria komt uit Polen. En thuis spreken ze natuurlijk hun eigen taal en op school moeten ze Nederlands spreken. Oké. En wordt er ook gestimuleerd ondertussen om thuis ook meer Nederlands te gaan spreken? Ja, ik geef ze af en toe wat mee naar huis en ze gaan naar de bibliotheek voor boekjes en ouders lezen hun ook voor. Oh, want leuk. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Of we de woorden van vorige week nog weten, want dit was wel een hele moeilijke les, hè? Ja. Doen we even om de beurt, ja? Eerst jij en dan Victoria. Zullen we dat afspreken? Nou, ik ga eerst. Jij mag eerst. Oké. Nou, ga even vertellen. Wat was dit? Papegaai. Wauw. En Victoria, weet je die nog? Even kijken hoor. Deze. Waar die vissen in zitten, weet je dat nog? Dat was zo'n moeilijk woord. Nee. En ik deze? Wel. Nou, vertel. Aquarium. Wow, dat is knap.